Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Fred van Asselt met Delafont Limoux. En witte vandaag zie ik. Nou, ja. Benieuwd? Ja, van Samuel de Delafont. Een artisan négocieur uit Languedoc. En deze wijn komt specifiek uit de Limoux. Je hebt onder andere ook, zeg maar, ook La Clap, Roussillon, Pic Saint-Loup. Ook allemaal bekende wijngebieden in de Languedoc. Limoux wordt hoofdzakelijk witte wijnen gemaakt. Limoux ligt ook wat meer landinwaarts en op een grotere hoogte, waardoor het klimaat wat koeler is. En daardoor kunnen ook beter de witte wijnen gedijen. In dit geval is de wijn gemaakt van 100% Chardonnay. En Chardonnay is over het algemeen een iets wat rijkere, vollere wijn, maar ook lekker fris. Deze wijn heeft lekker frisheid. Wil je hem even proeven? Ja. Ja, het Languedoc is een gebied dat zich uitstrekt van Montpellier tot Perpignan in het zuiden van Frankrijk. Veel zonneuren. Het ligt tegen de Middellandse Zee aan. Eigenlijk veel beter klimatologisch dan Bordeaux eigenlijk. Want het is daar veel warmer en eigenlijk veel meer een landklimaat. Terwijl de Bordeaux veel meer de grillen van de Atlantische Oceaan over zich heen krijgt. En dat zijn heel veel wijnboeren uit de Bordeaux die dat ook weten. En die daar nou in de Languedoc ook stukken grond gaan kopen om daar wijn te gaan verbouwen. Die Middellandse Zee is gewoon wat rustiger dan die Atlantische Oceaan. Ja, dus daar, het is ook een beetje in de kom. Zoals je dat ziet, hè. Als je van Perpignan naar Montpellier gaat, dan ga je al naar Nice toe, naar het oosten. Dus het is veel beschermender. Kijk, het is een mooie goudgele kleur. Zoals een Chardonnay-druif hoort te zijn. Een mooie, hij fonkelt in het glas. Nou, dat is al een plezier om naar te kijken. Hele fijne fruittonen van citrus. En een beetje ja, tropisch fruit wat er naar voren komt. Mooie, elegante geur. Niet te scherp, niet te alcoholisch, want dan kan het ook nog wel eens wezen. Maar het heeft ook geen houtlaging. Dat is waar mensen voor Chardonnay zouden bang zijn, dat ze zo lomp en log zijn. Dat is deze wijn absoluut niet. Dat is lekker fris, maar wel vol. Het is wel een iets wat vollere smaak. Ja, sorry dat ik het spuug hoor, maar anders hou ik het in ieder geval natuurlijk. Hè? Ik moet wel een beetje fit blijven. De smaak is ook weer heel lekker breed, een heel breed palet. Wel zacht, hele zachte, milde smaak. Ook weer een beetje dat tropisch fruit, wat naar boven komt. Zeer goede balans van sappen en de zuren. Het is gewoon één mooie, harmonieuze smaak, wat in je mond lekker speelt. Het is heel levendig. De afdronk heeft ook een goede lengte, zoals we het noemen. Dus de smaak blijft lang in de mond hangen. Ja, en dat zegt dat het gewoon een goede kwaliteitswijn is. Hij is mooi in evenwicht. Heerlijk bij zeevruchten, hè? Dus vis. Mag een beetje wat vollere vis, gebakken vis, geroosterd vis. Mag bij een lekkere salade, kan het goed. Dus een bovengemiddelde kwaliteitswijn. En gewoon los drinken, kan dat ook? Ja, maar dan voor mensen die van wat vollere en stevige wijn houden. Het is voor een glas kan het, maar als je zegt van gaan lekker op het terrasje zo'n fles burgemeester maken, dan vind ik hem zelf een beetje te zwaar. Dan zijn dan andere lekkere wijnen voor. Dus het is ook wel weer een wijn bij de gastronomie. Hè? Dus lekker aan tafel, een lekker minuutje erbij. Ja, dan komt hij wel eens uit de verf. Gezondheid.